Devour met Sasha. Yo, ik kan een soort van dansje doen. Ja, is goed hoor. Hij. Oh man, hey, man. Ja, ik ben Kai, de dikke competitieve eetkampioen. Ook in de outfit ook veranderen, zeg. Support edition. Ja, je kan een andere, je hebt nu een soort monnik ding aan. Ja, dit is wel top. Ik vind dit trouwens wel droog. Gast, het kost echt geld. Oh, huh? Die outfit? Ja. Ja! Nee, dat joh. Ga ik niet doen, dat ga ik niet doen. Wauw, ja. Ik weet letterlijk niet eens wat de bedoeling is. Sasha? USA. Ik hoor Sasha ook niet meer. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Wajo. Ana Puerta, leader of demonic local cult, the Watchers of Azazel, yeah, has not been seen for weeks. After her succession in 2004, Anna became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For 2 years, Anna experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon. The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. As one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what or who has gone wrong. Okay, dan. Okay. Dat was interessant. Dat was interessant. We zitten dus... Oh. Nee, flashlight. Okay. Oh, hier kunnen we niet uit? Oh my god, gast. die poppetjes zijn wel goed, hoor. Ja. Die droge... Je wil echt zien dat eruit ziet. Oh. Mij. Dus, wow, what the hell? Nah. Yep. Nope. Yeah. No way. Hoorde jij dat? Ja. Want je kan dus met 1 en 2 over dingen... Over here. Okay, man. No way. Come this way. Nah. Get over here. No. Het is heel raar, als je om je heen kijkt, beweeg je ook een beetje. Ja, klopt. Een soort menselijk ding. Oh, hoe komen we hier in dan? Oh, daar overheen. Hey. Is dit de bedoeling? Oh, maar hier ligt van alles. It wasn't easy Wow. It wasn't easy running up the goats for the summoning ritual. Good thing I had so much damned... Ik begin me af te vragen waarom, of het wel goed is om dit allemaal alleen te doen. Nathan vertelde me altijd dat ik met mijn mensen moest zijn als de tijd rijp is. Ik voel me raar, alsof mijn huid in de fik staat. In het Nederlands is het makkelijker. Ja, klopt. Ik ga hem zo op Nederlands hebben. Hey. Oh, hier ligt nog iets volgens mij. Ja. Ik heb een jerrycan. Oh, hoi. Hier ligt allemaal hooi. Je kan het... What the hell? Je kan het laten vallen of zo. Ja. Ja, ik heb dus geen idee of de bedoeling is dat we dit dan oppakken of zo. Ik neem die jerrycan voor de zekerheid gewoon mee. Ja, ik heb ook aanstaan dat we niet door elkaar heen kunnen lopen. Het voelt wel een beetje glitchy of zo, dit spel. Ja. What the fuck? What the hell? Hond. Eww. Nee, een roos. Kapot eng. Een van de 25 rozen heb ik gevonden. Sasha, ik ben bang. Kijk maar een ding. Gozer, wat is dit? Hé, dat zijn al die geiten. Ja, maar kijk die ogen. We kunnen ze bevrijden. Oh mijn god, ja, het zijn... Demoongeiten, nou die laat ik lekker in een hok. De demon goat, damn, what the fuck. Wat is hier verder nog? Je kan wel een heel stuk door, joh. Ja, inderdaad, ja. Jerrycan. Jerrycan neem ik ook wel mee. Ja, lekker jerrycannetjes. Hier heeft ze dat ritueel geprobeerd te doen, natuurlijk. Allemaal geitenhoofden hier. Oh kijk, ik gooi het erbij. Oh ja. Ik weet niet of dit moet. Dat weet ik ook niet. Was wel. Wow, oké. Staat in de fik. Wat is toch altijd met die demoongeiten en zo? Dat is echt een ding inderdaad, ja. This is everything. Hey, ik heb een sleutel. Watchers hoped for. That's nice. Ik heb een sleutel van de kooi. Oh, nice. Why am I geiten shaking? Geiten op, ik ben in het Nederlands. Anderen hierbij betrekken mijn band met Azazel verbreken en dan zou hij worden verbannen. Why am I shaking? Moeten we dat huis in? We moeten toch wel dat huis in? Hier is iets uitgebroken. Yup. Ja, maar het sowieso uit huis zit. Maar ik heb wel de sleutel van de geitkooi. Ja, misschien komt dat later. Kijk, hij is hier ook door het hek heen gebroken, zie je het? Zal ik de kooi openmaken? Nou, dan moeten we ze straks allemaal vinden. Ze zijn naar de kelder. Shit. Wat was dat? Hoorde je dat geluid? Oh, ja. Oh. Dat was die deur.
Oké, de demoongeiten zitten binnen. Dit is waarschijnlijk niet de goede volgorde om dit te doen. Nice. Wat denk jij? Ga jij maar eerst. Ja, precies. Het lijkt me wel goed idee als jij eerst even gaat kijken. Ja. Ja, precies. Oh, shit. Wat zie je? Ja, je kan komen. Je kan shit pakken hier. Het poppetje lijkt ook een beetje op jou eigenlijk, vanaf de achterkant. Door die haren. Ja, dat witte haar zo. Jij bent ook langer dan ik. Wat hoor ik hier allemaal? Hoor je dat? Ja. Oké. Oh mijn god. Ik kon hier een batterij pakken, hier voorin. Maar ik weet niet wat ik daar verder mee moet. Oh, ik ben echt helemaal misselijk van de angst. Ik ben misselijk van de angst. I can hear Azazel's voice in my head, blablabla. Oké. Controle over mijn verlies, ik snap het niet. Ik kan de vreemde woorden die uit mijn mond komen niet stoppen. Zodra ik het uitspreek, komen zijn volgelingen boven de grond. En waarom zit er ook overal bloed op? De keldersleutel. Ik heb een sleutel van de kelder heb ik een sleutel. Zijn we niet in de kelder? Ja. Zo'n potje poelen? Dat klinkt wel leuk eigenlijk. Kun je oneindig sprinten trouwens? Ja, weet ik niet. Lijkt er wel op. Sascha, wacht! Je kan de deur openmaken. Je kan de deur openmaken met die natuurlijk van binnen nu. Oh, ik denk dat we wel via deze kant naar binnen moesten eigenlijk. Oh my god. Wow, kijk, er zijn messen. Er zijn messen in de muur. What the fuck? Dit is grimmig. Oh mijn god. Hoor je dat? Eww. Ik hoor shit fluisteren. Ik zie daar iets in rood. Zijn dat die geiten? Zie je dat? Ja. Ga erheen dan. Ik ben niet goed. Nu moet jij. Nee, gast. Ik ben net als eerst naar beneden gegaan. Ik ga naar boven. Nee, dat klinkt niet goed daar. Daar wil je niet heen lopen. Een soort geschreeuw ook of zo. Ja, die gaat gewoon helemaal niet goed. We moeten er sowieso wel heen. We moeten een sleutel pakken, denk ik. Oh my god, tuurlijk moeten we erheen. Hé, hey, beter ga jij eerst. Sascha, kom op, doe niet zo bang. We weten allemaal dat jij dit soort dingen niet... Oh mijn god! Waarom gebeurt dit? Wat is... Ik voel me helemaal niet chill. Hey! Hey, waar ga je heen? What the fuck moeten we doen? Ik weet het niet. Oh. Het blijft zo. Ja. Oh mijn god. Godsamme, oké, we moeten wel. Ik wil niet door de voordeur proberen. Ik heb een batterij. Voordeur is dicht, man. Ah nee, wacht, dat is de voordeur niet. We kunnen wel naar de voordeur. In ieder geval even kijken. Oh, hierachter is het wel rustig zo. Maar als je dicht bij het huis komt, gaat het weer knipperen. Het is allemaal dicht. Oh, kijk. Kunnen we hier niet in? Je wil naar binnen kijken. Ja, deze figuur staat ook echt bij de voordeur, volgens mij. Hé, hey, maar ik heb het idee dat we meteen doodgaan als we daarheen lopen. Oké, Sas, we gaan niet meteen dood. Het komt goed. Oké, we gaan er... Laten we tegelijk rennen. Tegelijk daarheen. Gewoon sprinten erop af? Ja, fuck it. Oké, is goed. Oké. Oh mijn god, het knipperen wordt ook erger. Ik zie allemaal ghost orbs. Ja. Oké, Sas. Oh mijn god. Gaan we. 3, 2, 1. Oh mijn god. What the fuck? Wat was dat? Ik dacht dat je dood was. Ja, ik dacht dat jij dood was. Ja, ik liep vlak achter je. You need the kitchen key. Je moet de kitchen sleutel vinden. We hebben allemaal sleutels nodig. Dit is open. Wat is dit? First aid kit. Dat kan wel van pas komen. Ja, dit is een groot huis. Kijk dan. Nog helemaal door. Waarom hoor ik enge muziek? Het
dat vraag ik me ook af. Veranderd weer. Hey, als wat een tyfusspel. Het is ook zo'n naam dat je... We weten nog helemaal niks van wat we moeten doen. Ik vind het helemaal niet chill. Kan je deze kastjes openmaken? You need the library key. Waar liggen al die sleutels dan, joh? Wie heeft er nou een bibliotheek in zijn huis? Deze gekke demon. Oh, hier zo zijn we nu, oké. Nog een brief. You need to fear light. I'm trying to stop them, but help, forgive me. 10 voor half 2. Ze vinden licht dus eng. Oh, hier is een sleutel. Oké, we hebben een zaklamp vast, dus dat is goed. Wow. TV-kamer. Zou die dan hier zijn of zo? Nee, dat zou te makkelijk zijn natuurlijk. Oh, wat een enge gang ook. Hier, nog een sleutel. Oh, hier is de tv-kamer. Oh, hey, als jij de sleutel oppakt... Dan heb jij hem ook, hè? Nee, dan heb ik hem niet. Oh. Zie je? Ik kan hem niet open doen, maar jij wel. Ah. Oh. Dat is ook wel interessant. Nice. What the hell? Dit is de tv-kamer, maar er is ook nog een... Een geit! Oh, what the hell? Er loopt een geit! Hé, hey, dit is een oldschool game ding. Gast, die geit, ik heb ook de sleutel van de library. Wat random? Dat die hier loopt zo? Kijk, hij gaat naar buiten. Ja, ik vrees dat we die straks dus allemaal moeten zoeken of zo. Dat zou kut zijn, want ik heb ze allemaal vrijgelaten. Hey, kom, we gaan naar die beep. Ja. Beep. Beep, beep, boep, beep. Waar ben je dan? Hier. Deze gekke serre. Kitchen key. Oh, ik hoor library die lamp. Is in de... Hier was het toch? Library is daar. Ja, naar rechts geloof ik. Niet. Hier nog. Hé? Hey? Gast, ik hoor iemand. Joh. Nee joh. Ik hoor iets. Ja. Oh, kom van boven! Wat is dat? Boven. Dat is weer diezelfde gekke chick. Pas op. Maar ze is bang voor licht toch, of niet? Ja. Gast, what the fuck, ouwe? Kijk, ze kijkt naar ons, ze kijkt naar ons. Wauw, dit is tering eng. Ben je bang dat ze opeens komt rennen? Ja, dat denk ik ook, ja. Dat denk ik zo, bam! Durf je er naartoe te gaan? Nee, ben je niet goed. Oh, hé, we kunnen hierin. Gozer, ze komt. Nee. Ze komt heel langzaam. What the fuck? Ze rent achteraan! Zas! Wegwezen! Ah! Oh mijn god! Ren! Kom naar boven, kom naar boven! De lamp uit! Ik ga even stoppen. Mijn god. Oh, wat is er gebeurd? Oh, daar loopt ze. Daar loopt ze. Sascha leeft nog volgens mij. Ja. Hoor je mij? Hoor je mij? Ja. Hoor je mij? Ja, ik hoor jou ook. Oké, ik zie jou liggen. Volgens mij kan ik jou first aid geven, maar waar is die chick? Ja, die staat naast mij! Nee joh! Kruip naar mij, kruip naar mij! Waar ben jij? Beneden. Pak die trap. Gast, dan moet ik letterlijk langs haar halen. Ja, die trap. Oh, het is hier helemaal licht ook beneden. Ja, dat ben ik. Wacht even hoor. Kan ik jou... Wacht even, pas op. Ik heb volgens mij geen first... Kom naar buiten. Oh, hier is je first aid kit. Ik maak ook allemaal van die rare geluiden. Ja. Hier, ik kan jou first aid geven. Blijf zitten. Oh mijn god. Ben jij niet gepakt? Hier. Nee. Gast, je wil echt niet gepakt worden. Dat is kapot dat eng. Dat is een gekke jumpscare, of ik niet? Ik schrok me helemaal de tyfus aan. Oh mijn god. Ik wil ook eigenlijk niet meer spelen.
Nee, dat begrijp ik. Ik ben kapot bang, gast. Ja, ze begint gewoon te rennen, maar ik weet niet of je kan verstoppen ook. Kunnen we haar niet gewoon in de fiets zetten? We hebben weer comments en tips nodig, zoals vroeger. Ja, eigenlijk wel. Inderdaad, toen we met Fastmove begonnen, hadden we dat ook altijd. Mensen hielpen ons echt verder. Dat lijkt me nog een goed idee. Maar ja, we gaan... Oh, kijk. Is ze hier weer? Wat zat daarboven? Ja, gast, ik durf echt niet naar boven, hè. Ik ben echt bang, hè. Oh, daar is ze. Oh mijn god. Gaat ze weer rennen of niet? Top. Ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. Oh, laat me eruit. Sascha. Laat me eruit. Sascha, daar sta je. Ik sta voor je. Ik ben een dikke prop in het ding. Ze komt. Kan zij naar buiten? Ja, weet ik niet. Wacht, ik wil kijken of ze... Oh mijn god. Maar wanneer gaat ze gewoon random opeens rennen, zeg maar, of niet? Oh mijn god. Fuck! Ze komt. Waar is ze dan? Ze gaat helemaal los, joh, in het huis. Het zou wel chill zijn, want het betekent dat je buiten dus veilig bent. Als ze nu opeens vanaf de andere kant komt, hè, dan ga ik dood. Als in... Oh mijn god, ik hoor haar. Als in, ik ga letterlijk dood. In real life. Boven is. Ik ben kapot bang. Zal ik al die mensen die komen, ze nu van, vette noob, ze kan helemaal niet naar buiten. Je bent gewoon veilig daar. Nee. Maar wacht, dat zou dus betekenen dat zodra ze gaat ragen, dat je gewoon naar buiten moet en dat je dan veilig bent. Ja. Oké. Okay. Kom, we gaan naar binnen. Oh mijn god! Oh! Nee. Waar is ze? Ah, ze komen wel naar buiten! Nee. Ze komen wel naar buiten! Nee. Vast! Nee! Ga ik Godverdomme, jongen. Zijn we vast, Sascha! Zijn we vast, ze nemen mij! Ik loop met ze mee. Wat ze nemen mij! Ik zag achter haar. Kan ik haar niet in de fik steken of zo? Sascha, je moet me helpen. Grijp jij maar even naar me toe. Sascha, je moet me helpen. Oh nee, shit, ik heb geen ding meer. Je moet je verhalen binnen. Kan jij die... Ja, je bent niet goed. Oké. Jezus man, wat is dit eng zeg. Yo! Ja. Gast, ik wil dit niet meer. Ik vind het eng. Bedankt. Als je... Wow! What the fuck is dat? Wat is dit? Ik verbrand hem met UV-licht. Vette nerd. Wat is dit nou weer, gast? Zag je dat? What the hell? Die kan zij spawnen ofzo. What the fuck, gast? Wat is dit allemaal, jongen? Ik word helemaal niet goed, hè? Vet grimmig. En die geiten ook, ik snap er helemaal niks van. Nee, het hooi. Mensen, help. Wat moet je met het hooi ook? Ja, waarschijnlijk in die dingen leggen dan straks en in de fik steken of zoiets. Waar is zij? Oh ja, beneden, hè? Is ze daar nog? Ik zie haar niet meer. Ja, die is weer naar boven gepeerd natuurlijk. Het lijkt alsof ze, als ze te lang oogcontact met haar hebben of zo, dat ze dan gek wordt. Ja, ja. Ik moet gewoon gelijk wegwezen. Laten we even naar de voordeur gaan. Ik denk de hele tijd dat ik haar weer hoor. Ja, ik ben echt bang, man. Houd je. Oh, ik hoorde een geit. Ja, ik ben echt tering bang, gast. Ja, ik durf niet meer. Ik heb... Daar stond ze, of niet? Ah, nee, dit is een klok. Waar? Hier werd jij net gepakt, toch? Maar dat jumpscare geluid is zo hard, hè. Oh. Wat? Ik hoor haar weer. Ik heb de kitchen sleutel. Dat was beneden, toch? Goed, ze kan ze ook naar buiten. Dus hoe de fuck zorgen dat je niet wordt gepakt? Oh, hier heb weer zo'n unit. Ja, dat weet ik ook niet. Schud je die chick af? Ik moet even de keuken. Geitje. Hebben we hier al gekeken in de library? Niet echt, toch? Nee. Hier, nog een sleutel. Nice. Attic zolderkooi. Ah, hier, bibliotheeksleutel. Voor deze deur. Oh boy, ik kan niet langs jou. Juist. Ik kan uitzetten dat je door elkaar heen kan lopen. Dat ga ik zo meteen even doen bij de volgende. Dat is echt vervelend. Maar ook alweer grappig. Heel, het ligt er op het een bed. Badkamer. Ik hoor er ook. Ja, ze is hier. Oh my god. Ja. Ah! Oh mijn god. Kom hier dan! Fucking random zo'n guy, ja. Oh ja, ze keek me heel even aan. What the fuck? Wat gebeurt er? Hè? Wat was dat? Spannen er weer zo'n ding of zo? Ik ga het openmaken. Feitjes, ga maar. Waar gaan ze heen dan, hè? Gast, ik had... Ik hoor haar.
Ik ging net hierachter zitten. Wil je denken? Kom, we gaan even... Ja, misschien. We gaan even die keuken zoeken. Ze is hier wel ergens, man. Hoor niet, haar de hele tijd. Ze is niet onder ons. Oh, jezus. Ik schrok van je hoofd. Oh, spinnenwebje ook in het hoekje, man. Hier. Maar niet goed. Je is vast lang niet gekookt. Oh my god. Jezus, gast. Ik ben echt... Wat moeten we doen? Ja. Ik kan ook niet helder nadenken, omdat ik zo bang ben. Oh, daar is ze. Heppatadada, deurtje dicht. En ik moet kakken. Ja, ze is dus in de andere kant. Voor haar rechts. Ik ben bang. Is ze boven? What the fuck is dit? Als ze hier komt, zijn we de Sjaak. Ja, dan zijn we echt de lul. Man. Niet oké, dit. Ja, gast, waarschijnlijk moeten we... Kijk, het enige wat je ziet liggen zijn deze jerrycans en hooi. Dus waarschijnlijk moeten we dat gewoon... Moeten die geiten... Kunnen die niet oppakken? Moeten we die niet in de fik steken of zo? Geitje, kom eens. Voor dat ritueel, zoiets. Geitje, kom eens. Steek hem in de fik. Geitje, kom hier. Nee, dat denk ik niet. We gaan laten even naar het ritueel ding gaan, inderdaad. Ik denk dat we benzine over deze dingen heen moeten gooien, man. Dat we het hierin moeten doen of zo. En dan met hooi vanuit het vuur die dingen aansteken. Dat denk ik. De geiten op te offeren. Ja, misschien moeten we wel de geiten opofferen. Ja, dat we die benzine of zo hierin moeten doen. Of die geiten daarin. Die geiten, denk ik, ja. Maar hoe kan je die oppakken? Nee, dat lukte niet. Iedereen zit ons weer uit te lachen dat ik achter een geit aan het aanrennen was om hem op te pakken. En je moet iets met dat hooi doen. Dat is gewoon zo. Je kan het oppakken. We moeten dat hooi ergens neerleggen en dat met benzine aansteken. Ja, misschien kunnen we zo'n hooibaal via dat ding van de fik steken. Wacht, ga ik eens even kijken. Heb jij nog zo'n jerrycan? Nou, die staat daar, waar ik net liep. Daar heb ik hem achtergelaten. Gezeik dit, zeg. Ja, man. Holy shit, die chick staat ineens voor mij. What the fuck doet ze hier? Beter komt ze niet hierheen, ouwe. Nee, maar dat hoop ik niet, nee. Maar ze staat letterlijk op ons te wachten daar. Ja, dit is fucked up. Het lijkt me obvious dat we iets met het hooi en de benzine moeten doen, want dat is het enige wat er ligt. En die lammetjes. Ja, en die geitjes, ja. Die bevrijden we. Moet je die misschien lokken met hooi? Ja, denk je? Dat ze met je meelopen dan ofzo. Is die chick er nog? Ik zie haar niet meer, maar ze stond net echt hier voor mijn neus. Ja, ik zag het. Ja, ze stond hier buiten. Daar staat ze of niet? Stasja, wacht eens even. Ja, dat wordt het. Ze loopt hier. Ze loopt hier binnen door de gang. Oh mijn god. Kijk dan. Kijk hoe eng dit eruit ziet, gast. Kijk. Wauw. Kijk, daar loopt ze. Daar loopt ze, gozer. Wat een engnek. Ze lijkt wel dronken. Ze lijkt wel lam, ja. Nee, one geit. Too many. Maar ze zijn geit. Hè? Snap je? Ja. Kijk hier. Kijk. Kijk. Hè? Kijk. Komen ze dan? Kijk dan. Hij rent in ieder geval niet weg voor ons. Nee. Ja, nu kan je hem pakken. Ik heb hem. Hey. Kom, we gaan hem verbranden. Ja, let's burn the fucking goat. Oh mijn god. Nee, dit is niet goed. Ik verstop me. Oh kijk, nu staat er één pilaar in de fik. Ja man, één van de tien. Die moeten gewoon allemaal burnen. Die chick is sowieso aan het ragen nu. Ja man, die werd vet boos. Snap ik ook wel. Die is vet boos. Ik wil weten hoe we haar kunnen ontsnappen. Ik ben doodsbang. Wat de hel? Ik hoor hier rechts iets. Hoor je dat ook? Ja. Wat is dat? Oh, kijk. En we moeten nu weer opnieuw het vuur aansteken met een jerrycan. Oké, dus we weten nu wat we moeten doen. Ja. Ik dit ook mee. Bang dat zij hier weer is. Ja. Ik hoor haar. Ze is nog steeds bezig volgens mij. Ik hoor haar echt ragen gewoon. Ja man, ze is pissig. Misschien is ze nu wel extra boos. Nee! Ja,
daar ga je, Sas. Daar ga je. Oh nee, Sas. Kut, sorry. Sasha, je moet naar buiten komen, man. Oh, ze ligt helemaal boven. Sasha! Je ziet hem al kruipen. Sasha! Yo! Yo, je moet even naar de voordeur komen, man. Ja, ik ga mijn best doen. Ik zie alleen helemaal niks. Ah, wacht. Ik zie je zo kruipen. Je benen steken door de muur. Hé, hey, daar ben je. Hé, hey, allemaal geitjes. Ja, man. Heb jij nog hooi? Nee, man. Ga schrok je van de chick, eerlijk? Zo, holy shit, ouwe. Geitje, geitje, kijk. Ook zo hard. Echt hard geluid. Ja, yeah, ik heb er één! Pak jij die ander, pak jij die ander. Heb je nog hooi? Ah, oh, nee. Nee, dat kan niet meer. Oké, dan gaat... Nou, gast, maar hoe... Hoe fixen we dat ze ons niet pakt? Kan dat überhaupt? Hé, hey, Sas? Oh, dan kijk, er spant zo'n gozer weer. Spant zo'n gozer. Oh ja. Maar hoe fixen we dat zij ons niet kan killen? Ja, dat moeten we wel even regelen, ja. Kan dat überhaupt? Want ze gaat door totdat een van ons is gepakt. Ja. Ja, misschien dat gewoon. Nee, dat kan het niet zijn. Dat kan het niet zijn. Nee, nee. Je kan het ook in je eentje spelen. Je moet even die benzine fixen, man. Je ik pak wel een lammetje, pak jij benzine. Hier zijn jerrycans. Hier gelijk. Om de hoek. Ik ga hem weer aansteken. Het duurt ook lang, joh. Als we 12 van die geiten moeten doen, zeg. Sas, ja. Is die chick nou boos of niet? Yo, ik heb er eentje. Hij heeft hem gewoon in de hand. waar is dat vuur dan? Ah, daar komt ze! Komt. Nee, maar gast, hoe kunnen we dit overleven? Oh, ik ga hem weer stoppen hier zo. Oh, Sasha is gepakt. Oh mijn god, irritant. Kan dit nou weer gepakt zijn? We moeten een manier vinden om dit te fixen. Sasha, ik was er klaar mee. Ja, begrijp ik. We moeten eerst een manier vinden om dit te fixen. Dus dat gaan we nu doen. Maar ik denk dat het wel een grappig filmpje was. En sorry voor iedereen die Devour Pro is en ons vette noobs vindt. Bedankt voor het kijken. Hey, later hè.